Hallo, mijn naam is Ashley Hendricks, de huidige Miss Universe Belgium 2020. En naast mij zit een van de finalistes Miss Universe Belgium 2021. Hallo Heidi, stel u eens even kort voor. Ik ben Heidi de Ruiter, ik ben 25 jaar. Ik werk in een rusthuis omdat ik heel graag oude mensen zie. Mijn hobby's zijn zo wat theater en zo. Nu ligt dat inderdaad zo wat stil. Maar daarnaast ga ik graag kicks doen, een keer uit een vlieger springen en zo. Zo de zotste dingen eerst. Oké, dus ik hoor dat jij heel avontuurlijk bent. Ja. Ik heb ook gehoord dat je met oudere mensen werkt. Is dat iets waar je echt bewust voor gekozen hebt? Of waarom doe je dat juist graag? Of vertel daar eens iets meer over. Ja. Ik heb bewust gekozen voor oude mensen, omdat dat een heel tof publiek is om mee te werken en dingen te doen, omdat die echt zo puur zijn. En die zijn ook zo enorm respect tegenover u en het doen een warme knuffel en zo. En ja, zo het respect dat er terugkrijgt, dat is goud waard. Oké, maar chapeau. Allee, ik vind dat een heel mooie keuze, een heel mooi beroep ook. Nu, je bent nu ingeschreven als finalist Miss Universe. Nu, wat heeft u ertoe aangezet om mee te doen of u in te schrijven? Of zijn er mensen dat u er een beetje in gepusht hebben? Of heb je die keuze zelf gemaakt? Of hoe zijn jullie erop gekomen? En wel, met de corona had ik zo niet echt een hobby. Heb ik zo wat meer fotoshoots bij gaan doen en zo. En ja, ben zo wat ingerold geweest. En mijn vriend is ook zo mijn grootste steun daarin. En die zei echt nog dat grootste pushje van, kom zoet, doe dat gewoon. En ook op mijn werk steunen ze mee. Dus ik hou van een nieuw avontuur. Oké, maar het is wel heel leuk dat je een omgeving hebt dat je ook steunt. Ja. Ik denk dat dat ook wel nodig is als je zo'n avontuur doet. Tuurlijk. Dat je een omgeving hebt dat je daarin steunt. Nu, stel, je wint Miss Universe, je gaat sowieso internationaal. Zijn er bepaalde landen of zo waarvan je zegt van, amai, dat is echt een land dat ik heel graag eens zou willen doen? Of heb je gewoon voorkeur naar waar je dan zou willen gaan? Of? Zo een beetje tropischer, zo Thailand en zo, een keer een olifant zien. Dat zijn zo de zotste dingen dat ik toch wel een keer zou willen doen in mijn leven. Oké, dus vooral warm eigenlijk dan? Ja, vooral warm. En zijn er nog dingen in de vrije tijd dat je doet? Buiten dan? Ik ga al een keer graag gaan eten en ja, met een hond gaan wandelen en zo en parkjes doen en wel onder vrienden gewoon afspreken. Oké, dankjewel Heidi. Ik wens je nog heel veel succes met de campagne en met de verkiezing en je gaat dat waarschijnlijk heel goed doen. Daar ben ik zeker van.